Vandaag in NH naar Rio openwaterzwemmer Ferry Weertman. Weertman is populair en iedereen wil in aanloop naar de Olympische Spelen wel iets van hem weten. Hij heeft het openwaterzwemmen in Nederland weer op de kaart gezet en deelname aan de Spelen zijn een beloning. Ik hoor zelfs de mensen die al in Londen zijn geweest, waar het al groter was dan in Beijing. Die zeiden al van, ja, in Londen was het echt heel groot. En dat kon ik me van tevoren niet voorstellen. Maar nu moet het dus nog groter worden. Ja, ik ben daar allebei niet geweest. Ja, ik heb geen idee. Ik laat het me afkomen. En de eerste dag wordt gewoon genieten van het dorp, van alles wat ik zie. En daarna wordt het focus op de race. En nou ja, laten zien wat ik kan. Met een recente Europese titel op de 10 kilometer op zak is de in Naarden geboren zwemmer op de goede weg. Maar in Rio is natuurlijk niet alleen de Europese top, maar ook de wereldtop aanwezig. Maar qua prestaties en voorbereiding heeft Weertman nog geen steekje laten vallen. Ik ben wel 2 keer in Rio geweest afgelopen jaar. Dus 1 keer voor de testwedstrijd. We hebben ook echt op de baan gezwommen die er zo meteen ligt. Ja, wel nog met een paar kleine andere dingetjes. Ja, zoals het voedingsponton was toen nog niet optimaal. Als het goed is, is dat zo meteen wel goed geregeld. En ik ben er nog een keer geweest op trainingskamp. Hebben we gewoon echt een week dagelijks daar lang in zee gezwommen. Dus ik ken wel het water daar. Los van de stromingen is de watertemperatuur een aandachtspunt in Rio. Het kan namelijk van dag tot dag enorm verschillen. Van vrij warm, 23 graden, tot relatief koud water, 18 graden. Ja, nou ja, ik ben een Nederlander. Ik ben koud water wel gewend. Zoals hier is het gewoon 19 graden. Je ziet dat wij daar minder moeite mee hebben dan andere landen. Ja, dus je kan zeggen dat het misschien wel een voordeel zou kunnen zijn voor jou. Het is in ieder geval geen nadeel. Nee. Voor sommige zwemmers kunnen gewoon echt niet tegen koud water. Sommige zwemmers kunnen echt niet tegen warm water. Ja, ik kan prima zwemmen in koud water. Ik heb daar nooit last van gehad. Weertman zwemt op 16 augustus, zijn wedstrijd om 9 uur in de ochtend Braziliaanse tijd. Hij moet dus vroeg uit de veren om zich optimaal voor te bereiden voor de wedstrijd van zijn leven. Mijn wekker zal rond 4:30 uur gaan. Dan ga ik inzwemmen, waarschijnlijk aan de Copacabana. Dan eten, laatste dingen van de tas inpakken. Ja, dan moet je vrij snel naar de baan omdat je transponders om moet doen, pak moet laten testen, nagels moet laten zien dat ze niet te lang zijn. Nummers moeten erop en dergelijke, zodat je optimaal voor de race bent voorbereid. Dan nog een landtraining, pak aantrekken, transponders omdoen en dan racen. Ja, racen. 2 uur lang. Ja. Gaan er veel familieleden van jou mee? Ja. Vrienden? Ouders gaan met mijn broer en zijn vriendin. Daarnaast gaan mijn oom en tante met mijn neefje. En dan komen er nog een aantal vrienden. Dus ik heb een kleine entourage. Ja, dat krijg je denk ik niet mee als je in het water ligt. Nee. Totaal ik hoop niet. Dat ik daarna de tijd heb om ze te zien. En ik hoop dat ik ze wat moois kan laten zien vooral. En dat moois is natuurlijk deze jongen, de gouden plak.